Welkom. Dankjewel. Dit klinkt een beetje als een sportvraag, maar ik ga hem toch stellen. Wat gaat er door je heen? Ja, met de Brexit. Ja, vanavond de Brexit. Dat is niet heel onverwacht, maar ik kan me voorstellen dat op zo'n dag als vandaag toch nog een moment is. Zeker. Ik zag een prachtig filmpje, misschien hebben jullie het ook gezien, van een groep die op de kliffen van Dover had geprojecteerd. Een aantal Britse oorlogsveteranen die vertellen over hoe ze ooit Nederland en andere stukken van West-Europa hebben bevrijd en hoe jammer zij dat vinden. Ik vond het heel ontroerend gemaakt. Ziet van die stokoude mannetjes. En een van die mannetjes zegt, we'll be together before long. He, dus we komen wel weer bij elkaar. Dus ja, wel een droevige dag. Ja. En heb je ook niet zoiets van, nou ja, het zit er al zo lang aan te komen. Zij willen dit kennelijk, nou ja, vooruit met de geit. Laten we dan maar een punt zetten. Een soort Brexit vermoeidheid. Ja, of ja. Misschien, nou, we moeten nu door. We moeten een nieuwe verhouding met elkaar vinden. Laten we dan maar de navelstreng doorknippen. Ik vind het nog steeds vreselijk jammer. En ik vind eigenlijk dat je ieder moment moet kunnen gebruiken om terug te komen op een verkeerd besluit. Maar het ziet er nu toch wel naar uit dat het vanavond gaat gebeuren. Ja, nou, zover is het nog niet. We hebben nog een paar uur. Laten ja, we nou, hier de... wie weet. wat ik mij ook nog afvroeg, we hebben het over die autoritaire tendensen, populisme hoort daarbij. Wat mij altijd zo opvalt, is dat mensen die zo'n verkiezing winnen, die hebben altijd zo'n goede PR. Die hebben hun PR altijd goed op orde. Lekkere one-liners. Het is ook in zo'n Brexit-voorbeeld veel makkelijker om achter leave aan te lopen dan remain. Daar heb je veel meer woorden voor nodig. Moeten we die woorden gewoon blijven zoeken en gebruiken? Of moeten wij ook van de snelle one-liners worden als je progressief bent? Nou, ik ken ook wel een paar goede voorbeelden van snelle progressieve one-liners. Hoor. Oh? Dus ja, yes we can. Heb je misschien wel eens gehoord. Dat was een redelijk bekende Amerikaanse politicus. Nee, ik denk dat de winnaar heeft altijd de winnende boodschap. En je kan ook een campagne verliezen als je geen duidelijk verhaal hebt. Dus get Brexit dan ten opzichte van, we gaan u later informeren over ons Brexit standpunt, is moeilijk. Ja, ja. Dus dat kan je zien aankomen. Maar dat zie je meer als inhoudelijk probleem dan als een PR-probleem. Nou, er zit wel degelijk iets in de rukzichtloosheid waarmee sommige van de autoritaire leiders campagne voeren. Alleen ik denk dat er nog een alternatief is, dat je niet helemaal daar mee hoeft te doen. En ik denk dat er ook wel voorbeelden zijn te vinden in Europa waar dat nu bewezen wordt. Van mensen die verkiezingen winnen zonder dat ze zich schuldig maken aan het te ver versimpelen, ja, of het oneerlijk zijn over wat er aan de hand is. We gaan daar vanavond nog uitgebreid over praten. Het podium is voor jou. Je hebt een verhaal voorbereid voor ons. Daar gaan we naar luisteren. Fijn. Dankjewel. Dankjewel. Ja, ik wilde ook eigenlijk beginnen met jullie stilstaan bij die Brexit en wat er nu gebeurt. Het is, hoe laat is het nu? We hebben nog 3 uur, 50 minuten. Dat rest ons nog met de Britten in 1 Europese familie. En je kunt niet zeggen dat we er niet alles aan gedaan hebben, hè, om ze erbij te houden. We hebben de hand uitgestoken, verteld hoeveel we van elkaar houden. Onze laatste wanhoopspoging is een liefdesbrief geweest van Frans Timmermans. Ik weet niet of jullie dat hebben meegemaakt. Dat werd heel groot in de Britse pers. Als dat niet helpt, dan weet ik het ook niet meer. En nu zijn we eigenlijk in de fase dat het echt gaat gebeuren. Terwijl je ook weet, het komende jaar is bepalend voor de echte keuzes die gemaakt worden. Alleen we moeten denk ik heel erg oppassen om het als iets heel Brits te zien. En te zeggen, nou die Brexit is vooral een Brits probleem en wat stom dat ze daarvoor hebben gekozen. Nee, we moeten denk ik ook begrijpen, waar komt het nou vandaan? En wat zit er nou onder? En wat is dan de verleiding geweest van mensen om voor leave te stemmen? En ik vind een van de mooiste symbolen daarvan, kun je vinden in wat in Engeland de Red Wall wordt genoemd. He, dus dat was een soort muur van Labour-zetels, veilige districten, waar Labour al sinds jaar en dag, sinds de oprichting van het district, verkozen werd en parlementszetels haalde. En een van die districten in die Red Wall is Bolsover. En in Bolsover, dat was een mijnwerkersgebied, daar zit al 49 jaar Dennis Skinner, de Beast of Bolsover, een soort ultiem symbool van een Labour-politicus, zelf uit de mijnen. Toen de mijnen dichtgingen en er in de Thatcher-jaren strijd geleverd werd, ging hij voorop namens dat district. Maar de mijnen gingen wel dicht. En heel lang kwam er eigenlijk niks voor in de plaats. Er kwam er geen werkgelegenheid. Maar ze bleven hem steunen. Anders kun je niet 49 jaar een district vertegenwoordigen. Maar toen het referendum kwam, toen dachten ze, ja, wij stemmen leave.
En dat kwam omdat toen er eenmaal weer werkgelegenheid kwam, toen was eigenlijk de wereld alweer veranderd. En toen werden de banen vaak vervuld door mensen die goedkoper waren voor de werkgevers. JD Sports, een groot Brits sportbedrijf, startte een enorm distributiecentrum. Maar dat werd eigenlijk dag en nacht bevolkt en het werk werd gedaan door Oost-Europese arbeidsmigranten die dat tegen een lager loon deden, die goedkoper waren voor de werkgevers. En de stemmers die daar al die jaren Labour hadden gestemd, die dachten ja, er kwam iemand voorbij die zei take back control. En dat voelde wel heel erg goed. Dus ze stemden voor Leave. En een paar weken geleden raakte Dennis Skinner, de Beast of Bolsover, zijn zetel kwijt. Want mensen stemden dus zelfs voor Boris Johnson. He, dus niet bepaald een mijnwerkerszoon, Londen, kostschool, nooit in zo'n gebied geweest, maar ze stemden er wel op. En dat had te maken met dat take back control. En dan kun je denken, ja, dat is wel een exotisch verhaal. De mijnen in Nederland zijn al wat langer dicht, maar die behoefte aan meer controle krijgen, die kennen we denk ik hier ook. Twee weken geleden verscheen in Nederland een heel goed rapport van de WRR, over de kwaliteit van werk. En dat rapport gaat eigenlijk over onze behoefte aan grip. He, dus grip op je inkomsten, grip op de balans tussen je privéleven en je werk. Grip op het feit dat je weet dat werk daar ook is. Dat je niet van de ene flexbaan in de ander komt. En dat is natuurlijk een Nederlandse, Hollandse vertaling voor take back control. Ik weet het, in het Brits klinkt het stoerder. Maar het is wel hetzelfde verlangen. En dat verlangen dat delen we dus met elkaar. En in mijn ogen is dat de teleurstelling over wat de globalisering heeft gebracht, maar ook wat Europa heeft gebracht, is en het onvermogen om daar goed op te reageren vanuit de bestaande partijen, maakt dat mensen uiteindelijk die behoefte aan controle ergens anders gaan zoeken. En ik denk dat Brexit is natuurlijk een heel zichtbare knip die nu gezet wordt in de Europese Unie, maar die spanning die voel je op heel veel plekken. En dat is waarom het goed is dat Kati deze bijeenkomst heeft belegd. Want we kennen de voorbeelden in Hongarije waar Orbán inmiddels officieel afscheid heeft genomen van de liberale democratie. Waar je een universiteit sluit als daar te kritisch gedacht wordt. Waar de pers geïntimideerd wordt. Waar overwogen wordt een minister aan te wijzen die theaterdirecteuren kan aanstellen en ontslaan. Dat gaat heel ver in aantasting van wat we eigenlijk normaal zijn gaan vinden. En Polen, waar je ziet dat een regering onwelgevallige rechters eerder met pensioen stuurt. Zodat je daar niet meer zoveel last van hebt. En ook dat eigenlijk volledig open doet. Plekken in Europa, Roemenië, Malta, waar corruptie onderdeel is geworden van het bestaande systeem. Maar ook in ons eigen Nederland, waar mensen vertrouwen verliezen in de overheid. Bijvoorbeeld als die overheid zichzelf hufterig gedraagt. Denk aan de toeslagenaffaire, waarbij eigenlijk mensen werden beschouwd als verdachten, tenzij ze het tegendeel konden bewijzen. En zelfs als ze dat konden bewijzen, waren ze al diep in de schulden en diep in de ellende. En wat de rode draad is daarin, ik denk dat in Midden- en Oost-Europa de enorme verwachting was van het lidmaatschap van de Europese Unie, van de vrijheid na het communisme. Maar dat veel mensen hebben gezien dat de voordelen van de vrije markt, de voordelen van die vrije economie, niet eerlijk verdeeld zijn. Dat die terecht zijn gekomen bij een kleine groep in plaats van bij iedereen. En dat je tegelijkertijd in West-Europa dat gevoel van verweestheid, is die overheid nou, staat die aan mijn kant of niet? Heeft die globalisering ook onze zekerheden aangetast? Of is er nog een perspectief? Dat de voedingsbodem is. En dan, ja, als er dan iemand voorbij komt die zegt, ja, maar ik kan het voor jullie oplossen. We doen de grens dicht. We stappen uit dat Europa, we gaan het helemaal op ons eigen houtje doen. Zelfs als je denkt, nou ik moet het nog zien, dan is het in ieder geval een alternatief. Dan denken mensen, nou laat die het dan maar eens proberen. Laat die dan maar eens proberen. En dat brengt ons op de vraag, hoe gaan wij nu verder? Wat doen we met Brexit, maar vooral wat doen we met die bedreiging die we zien in Europa? En ik denk dat als je eerlijk kijkt naar wat de reactie te vaak is geweest van de gevestigde partijen, ook van mijn partij, dan kwam het niet verder dan uitleggen waarom de rechtsstaat niet mag worden aangevallen. Ik zal aangeven waarom dat wel degelijk nodig is en blijft. Maar het kan nooit het enige antwoord zijn. Omdat je dan in wezen mensen het alternatief geeft tussen een soort marktsamenleving, zoals ze de Europese Unie hebben leren kennen, of toch die autoritaire verleiding.
Nee, de kunst zal zijn om een antwoord te formuleren wat recht doet aan die behoefte aan grip, aan die behoefte aan zekerheid, aan die behoefte aan hele logische verlangens die we met elkaar delen, die ook niet verschillen tussen de Europeanen, die ook niet verschillen tussen de mensen binnen een land. We willen eigenlijk allemaal een goede school voor de kinderen, we willen allemaal dat er goede zorg is, we willen allemaal dat je niet wakker hoeft te liggen over de vraag of er volgende maand nog geld is en of je je baan kan houden. Dus dat verlangen, dat is te lang verwaarloosd en de gevestigde partijen hadden te vaak een Tina-verhaal. U kent Tina misschien? Ja, ik zie een aantal mensen knikken, het is een zusje van Margaret Thatcher. Tina, dat is there is no alternative. En dat is als je steeds tegen mensen zegt, ja, wen er maar aan. Een andere uitdrukking daarvan, het is nou eenmaal zo, dit zijn de tijden. Je krijgt geen vast contract meer. Betaalbare woning, dat is iets van vroeger. Ja, uiteindelijk krijgen mensen dan toch het gevoel van, dit is niet wat ik wilde. Dus je moet afscheid nemen van Tina. En je moet staan voor de waarden die uiteindelijk het leven voor iedereen fijner maken. En dan kom ik op de rechtsstaat. De rechtsstaat is heel vaak een onderwerp wat abstract is. Wat iets voor de studeerkamer lijkt. Wat over anderen gaat. Hoe belangrijk is het nou dat een rechter met pensioen gaat eerder? Misschien hebben die Polen daar wel een punt. Wat maakt dat nou uit? En als Orbán een universiteit dicht doet, wat betekent dat voor ons? Ik ben zelf opgegroeid in een familie waar de sporen van de oorlog letterlijk nog voelbaar waren en zichtbaar. In de verhalen van familieleden, in de verhalen die ze juist niet vertelden, in het gezicht van een oom die tot zijn dood deed alsof er niks aan de hand was en vlak voor zijn dood heel bang werd over wat er toen was gebeurd. En voor mijn vader was de rechtsstaat niet een abstract begrip, maar een kwestie van persoonlijke veiligheid. Het was een soort vrijheidsverzekering. Dus ik kreeg altijd mee, het is fragiel. Het is vaak het enige wat zorgt dat mensen hun macht niet misbruiken en dat je jezelf kunt zijn. En dat je dus een systeem hebt wat mensen veilig houdt, waardoor je naar een onafhankelijke scheidsrechter kan als je een conflict hebt met de staat. En de opdracht om daaraan te werken was voor hem heel persoonlijk. Hij heeft er tot zijn dood in geloofd. En hij heeft ook tot zijn dood aan mij en aan ons en mijn zusjes gezegd dat de moeite waard is om daarvoor op te komen. Dus dat betekent dat als die rechtsstaat in het geding komt, ergens in Europa, dan moeten we ook heel duidelijk zijn. Europa is een waardegemeenschap, of het is niks. Er zijn mensen die zeggen, Europa is vooral markt en verder niks. Maar ik geloof daar niet in. Ik geloof dat als dat alles is wat je met elkaar hebt, dan wordt zo'n Brexit vanzelf aantrekkelijk. Nee, het is een waardegemeenschap die bepaalt dat je Den Uyl sprak over een gemeenschap van vrije burgers. Die bevochten moest worden op de uitwas van het kapitalisme. Nou, dat is wat een waardegemeenschap betekent. Dat er bepaalde afspraken zijn voor iedere burger. Dat je jezelf mag zijn, dat je eigen keuzes mag maken in het leven. En dat er een onafhankelijke rechter is om jou te beschermen. Dat niemand gaat vertellen wat je mag doen. En dat betekent dat op het moment dat die waarden in Europa geschonden worden, dat progressieve partijen, progressieve politici, maar ook progressieve mensen moeten opstaan. Een streep moeten trekken. Dat betekent ook dat bij de begrotingsonderhandelingen die de komende maanden gaan gebeuren, Nederland moet zeggen, die begroting komt er alleen als je een voorwaarde opneemt dat landen die dat schenden, die zich daar niet aan houden, minder geld krijgen. Want dat is het enige wat gevoeld wordt. Orbán leeft van die Europese middelen. Dus we zullen nu ook even streng moeten zijn, niet om onze 1% te beschermen, het gevecht wat het kabinet lijkt te kiezen, nee, om onze waarden te beschermen, om de toekomst van een vrij Europa te beschermen. Maar het tweede deel van het antwoord moet zijn, take back control, geef mensen zekerheid, verander Europa zelf. Dus we moeten aandurven tasten de orthodoxe houding dat Europa vooral over de markt gaat en niet over de mensen. Dat betekent dat we moeten durven pleiten voor een minimum tarief aan winstbelasting voor bedrijven in Europa. Want nu spelen ze die nationale overheden tegen elkaar uit en zeggen ze, nou, ik ga wel bij de buren zitten. Kapitaal zal meer belast moeten worden en arbeid minder in Europa. Dat betekent dat het hele businessmodel waarbij je de kosten van arbeid zo goedkoop mogelijk probeert te maken, waarbij in feite
Die Poolse arbeider in Bolsover wordt uitgespeeld tegen die Britse arbeider, dat je dat beëindigt. Dat er vrij verkeer is. Maar, niet, maar voor de mensen en niet voor de werkgevers. Het betekent ook dat we weer moeten durven pleiten voor hogere lonen. Voor sociale vooruitgang. Voor sociale woningbouw. Dat we de marktregels die ervoor zorgen dat onze zelfstandigen zich niet mogen verenigen en voor een eerlijk tarief mogen vechten. Dat we daar afscheid van nemen. Met andere woorden, het zal altijd moeten zijn pal staan voor de rechtsstaat, maar ook een wervend alternatief bieden. En dan durf ik de strijd wel aan met de autoritaire verleiding. En dan heb je een keuze te bieden. En dan zie je ook op allerlei plekken in Europa punten van hoop. Dan zie je Pedro Sanchez. Die heeft beloofd het minimumloon te verhogen. De verkiezing heeft gewonnen in Spanje en daar een progressieve regering heeft gevormd. Antonia Costa, de premier van Portugal. De pensioenen verhoogd en de uitkeringen. Buitengewoon succesvol. Ik geloof dat die in de peilingen op 42% staan. We zien Zingaretti, die Salvini heeft verslagen in Bologna vorige zondag. Essentieel, een gevecht op leven en dood voor de Italiaanse democratie. We zien de burgemeester van Budapest, hij gaat ons straks toespreken, die de progressieve oppositie heeft verenigd en daar in dat land de verkiezingen heeft gewonnen, in de hoofdstad. Een enorm symbool. We zien onze eigen Frans Timmermans, die tussen zeg maar, de mediarace van Baudet tegen Rutte een verhaal vertelde over een Green Deal voor Europa. Die eerlijk zou moeten uitpakken, waar mensen baat bij zouden moeten hebben. En de verkiezingen won in Nederland. En vanavond hebben we als gast Robert Biedron. Daar ben ik heel erg trots op. Welkom. De progressieve hoop van Polen. Hij vertelde mij toen we net aan het praten waren dat er geen linkse partij in het parlement zat. En hij is daar degene die voor het eerst een gay pride heeft georganiseerd in Polen. Die opstaat voor progressieve rechten. Die een zetel in het Europese parlement heeft veroverd. Buurman is geworden van Agnes Jongerius. En die straks de progressieve kandidaat in Polen is voor de presidentsverkiezing. Met andere woorden, jazeker, het kan wel. Yes, we can, zou ik haast zeggen. Twee voorwaarden. Pal staan voor de rechtsstaat. Nooit een millimeter toegeven op onze waarden. En met zelfvertrouwen een verhaal vertellen over een ander Europa. Een Europa waar de bestaanszekerheid van de Europeanen voorop staat. Een Europa waar je de markt terugdingt en waar de mensen weer voorop komen te staan. Als we dat doen, dan hebben wij zelf een sociaal-democratische verleiding. En dan moet ik het nog zien. Er hoort één ding bij. Kunnen het ons niet permitteren om te denken, het komt vast wel van iemand. Het zal iets van u vragen. Het is een tijd waarbij het iets van u zal vragen. Want het is heel spannend. Zingaretti won met 2% verschil. Robert staat nu nog op 16%. In Hongarije, in Budapest, was het razor thin. Volgend jaar in Nederland zijn er verkiezingen. In Europa moet strijd geleverd worden. Het kan alleen als we niet gaan zitten afwachten. De thuisblijvers die hebben uiteindelijk de droeve constatering dat de Brexit er kwam, dat Trump er kwam. En dat als we niet uitkijken, Salvini er komt. Dit vraagt iets van u. Het vraagt iets van u, het vraagt iets van ons als politici, maar het vraagt ook iets van u. En iedereen kan daar wat in bijdragen. Omdat je wat kunt, omdat je werk hebt wat ertoe doet, omdat je kunt helpen, omdat je mensen kunt aanspreken, omdat je kunt uitleggen wat het voor jou betekent. Omdat je op kan staan voor de waarde waar het hier over gaat. Want dat is nodig. Als je als toeschouwer opstelt, dan is die democratie er niet voor jou. Maar als je opstaat en zegt, uiteindelijk gaat het ook om mijn toekomst, om de toekomst van mijn kinderen. Ik heb een droom voor dit continent die er heel anders uitziet dan de droom van de populisten. Dan is dit het moment, dus vandaag de dag, om actief te worden op wat voor manier dan ook. Je uit te spreken, je te engageren en te gaan helpen. Ik zie er naar uit. U bent van harte uitgenodigd. Dank u wel. Dank u wel.